صفة الاغتسال. De wijze van de grote wassing. الاغتسال على صفتين. De grote wassing is in twee vormen onder te verdelen. صفة كاملة مستحبة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. De complete vorm, de aanbevolen vorm, and that is the form die de profeet صلى الله عليه وسلم heeft toegepast. يغسل الفرجين أولاً قبل والدبر. Hij wast eerst zijn geslachtsdelen, zowel de voorste als de achterste. ينوي بقلبه. En hij heeft daarvoor de intentie gemaakt met zijn hart. En zegt vervolgens bismillah. Hij wast vervolgens eerst zijn handen. Spoelt zijn mond en snuift met zijn hand water op en snuift het weer uit. Vervolgens wast hij zijn gezicht. Vervolgens wast hij zijn rechterhand tot en met de elleboog. ثم اليسرى. Vervolgens zijn linkerarm tot en met de elleboog. ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. Vervolgens wast hij zijn hoofd en neemt daarin mee zijn oren. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. Vervolgens wast hij het gehele rechter gedeelte van het lichaam. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. En dat doet hij vervolgens met de linkerkant. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. En dan sluit hij het af met het wassen van zijn rechtervoet en zijn linkervoet. نعم. الصفة الثانية. Dat was de eerste methode van de grote wassing. Nu de tweede methode geldt voor hetzelfde om eerst de intentie te maken. ينوي بقلبه. يسمي يقول بسم الله. Ook zegt hij بسم الله. ثم يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيف والكثيف. Vervolgens gaat hij onder de douchekop staan en wast hij zijn gehele lichaam en met name de oksels en de plaatsen waar schaamhaar groeit. Ja, en hij dient ook zijn mond te spoelen en zijn en water op te snuiven en uit te snuiten. En hiermee kan hij het gebed gaan verrichten en hoeft daarnaast niet nog een keer de wudu te verrichten.